En goedenavond allemaal en welkom op dit webinar van vanavond 19:30 dinsdagavond, webinaravond over de marktplaatspakketten. Jullie allemaal, dank jullie wel voor jullie en de komst al hier op dit webinar. Het is een wat meer commercieel webinar dan doen gebruikelijk, oftewel normaliter praten we over dingen die ons beter maken en hebben we eigenlijk geen pitch in ons, willen we eigenlijk niet iets verkopen. En uiteraard werkend bij Marktplaats wil ik dit wel verkopen, oftewel wil ik dit heel graag uitleggen hoe Marktplaatspakketten werkt, wat je daaraan hebt, wat de toegevoegde waarde is en wat het voordeel daarvan is als dealer, als autobedrijf. En daar gaan we het vanavond over hebben, dus welkom allemaal, dank jullie wel voor de komst al hier. Wat ik heb meegenomen, in ieder geval in de handout, is de presentatie die we vanavond gaan geven, plus mijn laatste e-book. Voor de deelnemers al hier, maak er gebruik van. Zijn er vragen of opmerkingen, laat het mij dan ook weten. Waar gaan we het over hebben? Nou, we hebben onlangs van de week eigenlijk officieel 3 juli drie pakketten geïntroduceerd. Marktplaats Basis, Marktplaats Plus en Marktplaats Premium. En wat houdt het in? Wat verandert er? Wat verandert er niet? En waar zit het voordeel in voor degene die dat interessant vinden? Daar gaan we het vanavond over hebben. Mochten jullie vragen hebben of opmerkingen hebben, laat het mij dan weten. Dan ben ik er ook voor om die vragen te beantwoorden. In de eerste plaats, waarom? Waarom hebben wij pakketten geïntroduceerd? Nou, dat hebben we gedaan door middel van klantenonderzoek, zowel bij dealers, autobedrijven als voornamelijk klanten. Nou, een van de meest gehoorde klachten bij autobedrijven, dealerbedrijven, is dat er weinig verschil zit tussen het autobedrijf, het dealerbedrijf en de particulier. En zoals u weet allemaal is Marktplaats er voor particulieren en ook voor bedrijven. En we hebben een marktplaats gemaakt waarop beide eigenlijk concurreerden voor dezelfde klant, de attentie van die klant. Welke advertentie valt nou het meeste op? Daardoor zie je eigenlijk de afgelopen jaren ook ontstaan dat dealerbedrijven, autobedrijven heel veel ruis maken op hun foto door maar te willen opvallen. Daarbij de particulier eigenlijk het grootste voordeel heeft omdat ze 9 van de 10 keer voordeliger zijn. Dus in verhouding eigenlijk meer leads, meer aandacht krijgen dan het autobedrijf. En het autobedrijf zegt dan daarom en terecht van joh, wij zijn duurder of wij vragen meer geld omdat wij garantie geven, een onderhoudsbeurt geven, APK en allemaal van dat soort dingen. Waarom kan ik mij dan niet meer laten gelden op Marktplaats, kan laten zien dat ik een professioneel bedrijf ben? En Marktplaats is een van de weinige portalen waarbij de particulier veel meer betaalt in verhouding als het dealerbedrijf, als het autobedrijf. Dus we laten daadwerkelijk zien dat ook het autobedrijf voor ons essentieel is voor de toekomst. Daarom doen we de webinars, daarom doen we de content die we maken om ze beter te maken. Maar dat kwam eigenlijk uit al die onderzoeken, het waarom. Laat mij zien dat ik een autobedrijf ben. Laat mij zien dat ik professioneler ben. Laat mij zien waarom ik als klant de bovengarantie belangrijk vind. Dat het niet weggestopt is ergens onderaan, maar dat het daadwerkelijk belangrijk is. Daarom hebben we de pakketten gemaakt zoals die er zijn. Nou, en wat niet kapot is, moet je dus ook niet maken. Dus we hebben het Marktplaats basispakket gemaakt en daar verandert eigenlijk niets. En daarvoor heb je eigenlijk de kracht van Marktplaats. En de kracht van Marktplaats zijn 2 dingen. Ten eerste 8,2 miljoen bezoekers per maand. Dus op het hele platform van Marktplaats 8,2 miljoen bezoekers. Oftewel, half Nederland zit elke maand diverse keren op Marktplaats. Voor alles en nog wat. En de meest geëikte vraag is op dat moment, op het moment dat ze op Marktplaats zoeken voor alles en nog wat, zoals afgelopen zaterdag naar de ANWB praatpalen, zoeken ze dan ook een auto op Marktplaats ten opzichte van andere portalen? En de vraag en het antwoord is natuurlijk ja. Ze kijken primair eerst op Marktplaats. Dat maakt ons niet, niet alleen de grootste, maar ook domweg het beste platform om je auto's te vermarkten als autobedrijf, als dealerbedrijf, maar ook als consument. Maar de kracht van Marktplaats is ook het statistiekenprogramma. Het statistiekenprogramma van Marktplaats. En daar heb je toegang toe als je Marktplaats basis hebt. Daar laat ik je zo meteen een aantal dingen van zien, waardoor je exact weten waar je beter in moet kunnen worden.
Dan 24 foto's en één video bij uw advertentie. Daar verandert dus ook niks. Dus je kunt maximaal 24 foto's bijplaatsen en ook bijvoorbeeld een tag of video die Autodata veelvuldig aanbiedt. Kunt u bij uw advertentie plaatsen doen en waarmee u meer kans krijgt op meer leads. Daarbij, cold tracking. Dat is iets wat wij vorig jaar geïntroduceerd hebben, wat een ontzettend groot succes is geworden. Want nu pas kunnen autobedrijven, dealerbedrijven zien waar de kansen liggen. Hoe vaak worden ze gebeld? Hoe lang worden ze gebeld? Welke leads hebben ze gemist door niet op te nemen? Daarvan krijgen ze gelijk een mailtje. Ze kunnen dus daadwerkelijk zien wat de investering in Marktplaats met leads heeft opgeleverd, maar ook qua sales calls heeft opgeleverd. En we weten allemaal, degenen die bellen zijn, degenen die het diepst in de funnel zijn, dat zijn degenen die eigenlijk nu willen kopen. Bij de DCDW hebben we ook een call track manager, wat betekent dat we ook dat soort telefoontjes gaan nabellen, of nabellen, naluisteren. En dat betekent dus dat we ook daadwerkelijk horen dat iemand die belt, daadwerkelijk ook in de markt is. Dus call tracking heb je ook gewoon bij Marktplaats. Basis. En daarbij tier pricing. Daar is vorig jaar heel veel commotie over geweest of ruis over geweest of wat dan ook, maar het houdt eigenlijk één ding in. Dat is namelijk op het moment dat je meer adverteert op Marktplaats, krijg je van ons meer korting via onze API-partners zoals een Wielendelta, een VWE. Op het moment dat je weinig plaatst, krijg je een andere prijs ten opzichte van degene die heel veel plaatsen. Dus dat is alles. In de basisvorm, Marktplaats basis, heb je dit soort dingen gewoon nog steeds bij de hand. Want wat goed is, hoef je niet anders te maken. Als je kijkt naar de kracht van Marktplaats, is dit eigenlijk een print screen van de kracht van Marktplaats. Waarbij je ziet hoeveel advertenties je hebt geplaatst, hoeveel omhoogplaatsingen, hoe vaak het is bekeken. Een erg interessante en belangrijke KPI. Want we kunnen daadwerkelijk zien hoe vaak een auto wordt bekeken en dat in verhouding zetten ten opzichte van het aantal sales. Nu ben ik in de jury geweest van het auto van de occasion van het jaar. En daarin zie je ook heel duidelijk iets belangrijks. En dat kun je nog steeds zien in de kracht van Marktplaats. Namelijk dat de winnaar van de occasion van het jaar, de Suzuki Swift, slechts 42 bezochte pagina's nodig had om verkocht te worden. En dat betekent heel duidelijk dat hier in de kracht van Marktplaats kun je zien hoeveel VIP views je hebt gehad, op welke auto, hoe vaak en hoe lang. Aan de rechterkant zie je het aantal leads, aantal telefonische leads, aantal e-mail leads en het aantal biedingen. En hier moet je niet vergeten, de telefoonleads, hier zijn de klikjes. Dus niet de daadwerkelijke calls, maar de klikjes. En daar zit nog wel een verschil in ten opzichte van echte calls. En dat zie je bijvoorbeeld hier. In de kracht van Marktplaats, ook als basisklant, krijg je nog steeds de beschikking over de kracht van Marktplaats, over het dashboard. En dan zie je ook in dit geval dat er 42 belletjes zijn geweest, 1,7 belletjes per unieke beller. En dat er op dit moment geen gemiste calls zijn. Ook dat zit allemaal gewoon in het basispakket van Marktplaats Basis. Maar goed, waar gaat het over de twee nieuwe pakketten? En de twee nieuwe pakketten die we hebben is Marktplaats Plus en Marktplaats Premium. En wat maakt nou die twee pakketten zo speciaal? Wat is daar nou veranderd ten opzichte van de basis? Nou, als we kijken naar Marktplaats Plus, dan zijn dit de voordelen. Ten eerste vertrouwengevende highlights bij je advertentie. En hoe komen we daar nu op? We hebben onderzoek gedaan met consumenten. Hoe kijken ze nou op Marktplaats? Dus we hebben heel veel mensen uitgenodigd. Dat met en camera's vastzitten te leggen. Interviews gedaan. Waar zoek je nou op? En als je dan ziet dat bijvoorbeeld een importeur zoals Volkswagen het heel belangrijk vindt dat Das Welt gepromoot wordt en dat dat een garantieverhaal is, dan zegt de klant dat helemaal niks. Op het moment dat je erbij zit boven garantie, dan zegt het opeens de klant wel wat. Een NAP zegt de klant niks. Een geverifieerde kilometerstand zegt de klant wel wat. Dus op het moment dat je van dat soort dingen hebt, kunnen we dat op de belangrijkste pagina binnen Marktplaats laten zien. Wat is de belangrijkste pagina binnen Marktplaats? Dat zijn de zoekresultaten. Dus je zoekt op Volkswagen Golf, bouwjaar, kilometerstand en twee opties en dan krijg je je zoekresultaten.
Hoe val je daar dan op? Dat doe je met een goede foto, met een goede prijs, met een goede tekst, met een goede title. Allemaal zaken die je goed kan aanpassen, maar ook door te laten zien waarom het belangrijk is om het bij jou te kopen. Dus een geverifieerde kilometerstand, een bovengarantie. Allemaal zaken die ten opzichte van de concurrent, de particulier, niet zijn. Dus je kunt je daadwerkelijk distancieren, wil ik eigenlijk bijna zeggen, is niet het goede woord, maar je kunt laten zien dat jij een professioneel bedrijf bent die garantie geeft en die zeker weet dat die achter het product staat die die verkoopt. Daarnaast extra grote foto's bij je advertentie. Dus je kunt de foto's groter laten zien. Nou, we leven in een visuele wereld, we leven in een Instagram en wereld. Dus de foto's zijn van belang. Hoe groter we die kunnen laten zien, des te belangrijker het ook wordt. En daarnaast vrij gebruik van opval en stickers. Dat was altijd een extra, daar moest je altijd extra voor betalen. Nou zijn die volledig gratis, dus je kunt ze naar vrij gebruik ook gebruiken. En ik heb er laatst, een jaar geleden denk ik, een artikel over geschreven over de conversies van de verschillende opvalstickers. En die moet u maar eens gaan en kijken, want het scheelt echt enorm. Het gebruik van dingen om op te vallen, van opvalstickers, om op te vallen op die belangrijkste pagina van allemaal. En die belangrijkste pagina van allemaal is dus de zoekresultaten. Hoe krijg je daar de klik naar de belangrijkste pagina daarna? En dat is de productpagina. Dus dat is de marktplaats, dat is de marktplaats plus ten opzichte van de basis. Dus vertrouwengevende highlights, extra grote foto's en vrij gebruik van opvalstickers. Nou, hoe ziet dat eruit? Nou, hier zie je een voorbeeld van de zoekresultaten op marktplaats. En dan zie je onder de garantie, de audioselectie en de onderhoudsboekje. Dat zijn van die highlights die men graag wil laten zien. En dan kun je twijfelen of je audioselectie erbij moet zetten of de bovengarantie. Maar het valt veel meer op ten opzichte van de Audi die eronder staat, die dat niet heeft. Dus je laat daadwerkelijk zien in de zoekresultatenpagina, wat de belangrijkste pagina is van allemaal, om te zorgen dat je een extra klik krijgt, dus een extra kans krijgt, door middel van die highlights. En dan de grote foto's. Het staat er zelfs op boven de Audi grote foto's. Oftewel, hij neemt een groot gedeelte van het scherm in en je kunt veel duidelijker de auto laten zien wat je ermee wilt en wat je ermee kan. Eigenlijk het Carvana model. Hè? Visuele wereld, grote foto's, grote platen. En maak je foto's dan niet met allemaal banners eromheen, maar zorg ervoor dat die clean is. He, dat je een mooie foto hebt. Nou, dan heb je nog Marktplaats Premium. En wat maakt Marktplaats Premium nou ten opzichte van Plus? En het zijn er een aantal. En ik wil jullie graag laten meedelen. Auto's extra onder de aandacht bij jouw doelgroep. Wat betekent dat? Op het moment dat iemand een aanvraag heeft gedaan van een Audi A4, een 1,9, en er komt weer een auto op te staan, een Audi A4 1,9 die van jou is en jij bent een premium klant, dan zullen we de klant laten merken dat jij die auto hebt staan. Zie het maar bij bol.com, deze klanten bekeken ook bla 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 bla. Dat geeft veel meer aandacht, veel meer engagement naar jouw product toe. Dat hebben we uitvoerig zitten te testen en het functioneert echt heel erg goed. Mensen die die auto zoeken, zoeken ook die auto en het is aan onze taak om zoveel mogelijk eyeballs te verzorgen voor jouw product, voor jouw voorraad, voor hetgene wat jij aanbiedt als premium dealer. Daarnaast je eigen mini-website op Marktplaats en die wordt nog wel eens vergeten. In Marktplaats Basis en Marktplaats Plus heb je de bedrijvenpagina, die is er nog steeds. Maar op Marktplaats Premium krijg je hem veel uitgebreider. Je bent veel vrijer in het gebruik van foto's. Je bent veel vrijer in gebruik van je content, je tekst, je links en dergelijke. Allemaal van dat soort zaken. En waarom is dat van belang? Namelijk het volgende. Het internet zoals die zich nu ontwikkelt, anno 2017, ontwikkelt zich in platformen. Oftewel, Facebook is een platform. Instagram is een platform. En voornamelijk op het moment dat het internetgebruik in Nederland meer dan 50% mobiel is. En daarvan vindt plaats meer dan 50% op platformen plaats. Dus op Facebook, Instagram en dergelijke. Maar ook op Marktplaats. Want Marktplaats heeft een van de meest bezochte apps van Nederland. Kijk de App Store er maar op na en dergelijke. Het gebruik
by far het meeste gebeurt op Marktplaats. Mensen willen dan ook niet zomaar een klik uitdoen naar een dealerwebsite of naar een productwebsite of een retailerwebsite. Dat doen ze niet. Ze willen graag blijven op Marktplaats. Dus je krijgt je eigen mini-website op Marktplaats. Vergelijk het maar als een bedrijvenpagina. Een bedrijvenpagina op Facebook. Dit krijg je ook op Marktplaats. Dus je eigen mini-website, je eigen plekje op Marktplaats als premium dealer, waarbij jij kan uitleggen waarom mensen bij jou zaken moeten doen. Daarnaast, en dat is wel interessant, geen banners. Voornamelijk aan de rechterkant. Aan de linkerkant onder de foto wil nog wel eens de ABN staan met een financieringsverhaal. Maar als premium dealer krijg je de beschikking over om dat ook op te vullen. Maar alle focus gaat richting jouw auto. En dat vind ik de grootste win van allemaal. Dat Marktplaats, mijn partner, nu een VDP-pagina heeft gemaakt. Een productpagina heeft gemaakt waar geen banners meer op staat. En waar alle focus naar jouw product gaat, naar jouw aanbieding gaat, naar jouw auto gaat. En dat is iets wat eigenlijk ongekend is binnen de grote websites, binnen de grote portalen. Dat doet bijna niemand, of dat doet niemand. En dat maken wij nu mogelijk voor de premium klanten om te zorgen dat er geen ruis ontstaat en dat alle focus van de klant, de attentie van de klant naar jouw auto toe gaat. En daarnaast 24/7 online training voor sales en marketing. En wat bedoelen we ermee? Je krijgt toegang tot de DCD Academy, mijn academy. Ben ik ontzettend blij mee en trots op dat dat ook gebeurt, hè, door Marktplaats. Dat Marktplaats dat daadwerkelijk ook aanzwengelt. Hè. Maar je krijgt dus toegang tot de DCD Academy, waar meer dan 200 uur en content op staan om beter te worden in die online automotive, beter te worden in online marketing, beter te worden in leadopvolging, in telefonische lead, online lead, etc. Dus we maken met dat premium product de dealers en de autobedrijven en de verkopers daarvan daadwerkelijk beter. Daarnaast krijg je ook toegang tot 2 keer de Digital Car Dealer Workshops. We organiseren de 3 per jaar, 1 in België en 2 in Nederland, waarbij we Amerikaanse sprekers uitnodigen, waarbij we andere sprekers uitnodigen die maar 1 ding mogen doen en dat is kennis delen. Niet pitchen, maar kennis delen. Dus ik wil geen verkoopverhaal horen. Ik wil een interessant verhaal horen hoe je analytics doet, hoe je AdWords doet, hoe je moet fotograferen, hoe je een video moet maken, whatever. Maar wij moeten ervoor zorgen dat we de dealers en de autobedrijven beter maken. Dat is de bedoeling. Dus hoe ziet dat eruit? Nou, dit is die mini-website waar ik het over had. En hier zie je een fantastische plaat van het autobedrijf. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Functioneert nou die bannerfoto van de premium dealer? Functioneert dat nou beter als je mensen laat zien of auto's laat zien of het pand laat zien? En het beste wat werkt, waar de meeste mensen het best op reageren, was de auto's die je daadwerkelijk verkoopt. Dus mensen waarvan ik dacht, nou dat is een aanname, dat werkt het beste, werkt niet het beste. Laat gewoon een fantastisch mooie foto maken van je complete voorraad op dat moment. Daarnaast, je ziet de beoordelingen, je ziet hoe lang ze actief zijn op Marktplaats. Dat is ook iets waarvan mensen zeggen, voor je, hoe langer die op Marktplaats actief is, des te eerlijker en des te betrouwbaarder ik hem vind. Want iemand die net 2 weken actief is op Marktplaats heeft minder krediet voor de klant ten opzichte van die andere. En hier kun je ook laten zien over ons. Waar sta jij voor? Nou, en dat is arbitrair wat er in de tekst moet staan, maar hier zou je in moeten excelleren. Hier zou je in moeten laten zien waarom mensen bij jou zouden moeten kopen. Dat is je mini-website. Maak er gebruik van. Zorg er ook voor dat dat telefoonnummer een call-track nummer is. Zodat je daadwerkelijk kan meten hoeveel mensen daar wel niet vandaan bellen om contact te zoeken met jou. Daarnaast de bannervrije VDP-pagina. En wat is dit een mooie plaat? Wat is dit een mooie foto? Zonder banners. Waarbij aan de rechterkant het heel duidelijk is dat dit een auto is van HZ. Met de beoordelingen erbij, met de activiteiten erbij, hoe lang, waar ze zitten, met de e-mailadres erbij, met het URL erbij. Je kunt een proefrit aanvragen, je kunt eigenlijk alles doen en er staat geen ruis bij van wat voor banner dan ook,
Alle focus van de klant gaat naar die auto, naar een grote foto met duidelijke omschrijvingen, met duidelijke highlights erbij over de natcontrole, etc. Waardoor de klant daadwerkelijk de auto op de best mogelijke wijze kan zien binnen een commercieel portaal zoals Marktplaats is. En dan de Academy. Zo ziet de Academy er dus uit. En hier zie je ook zeg maar, dat de verkoper kan inloggen en die ziet meer dan 200 uur content, videocontent. Heb ik zelf gemaakt. Hoe ga je om met een lead? Hoe schrijf je een e-mail? Hoe neem je de telefoon op? Wat voor proces moet je doen om leads op te volgen? Allemaal van dat soort zaken staat in de DCW Academy. En dat is vrij toegankelijk voor alle premium klanten van Marktplaats. Maak Marktplaats beschikbaar voor iedereen en alles. Kun je 24/7 getraind worden door ons, door mij, in alles wat we weten over de online automotive. Als er één ding iets waar je beter van wordt, is het dagelijkse trainen op dit vak. Dus de enige take-out die ik eigenlijk heb, is dat je met je partner, en in dit geval de wielerdeltas van deze wereld, de VWE's van deze wereld, met je accountmanager daar, gaat kijken wat voor pakket past bij jou. In de basis, Marktplaats basis, verandert er niks. Helemaal niks. In die zin niet qua prijs en ook niet qua opzet. Aan de andere kant, ja, je betaalt iets meer voor Marktplaats Plus en je betaalt meer voor Marktplaats Premium. Maar dan krijg je er ook wat voor terug. Oftewel, jij zelf bepaalt wat jij ervoor wilt hebben, wat jij belangrijk vindt. Op het moment dat jij het belangrijk vindt, wat ik een van de belangrijkste dingen vind, dat die bannervrij is, dat je eigen mini-website hebt op Marktplaats en dat je 24/7 training krijgt door al je verkopers, voor al je verkopers, je marketingmanagers en dergelijke, met de beste content van allemaal, dan weten we één ding, dan worden we beter. Dan worden we elke dag beter. Dus kies het pakket wat jou past. Kijk dan op www.marktplaats.nl/welkomst en de korting voor alle informatie. En daarvoor kun je ook aanmelden. Anders ga ook dus vragen aan wielerdelta en dergelijke. Wat voor jou van toepassing is. En heb je nog vragen? Heb je nog opmerkingen? Bel me, mail mij gerust 0655-841-398 of paul@dcdw.nl, want ik ben hier om te helpen. Niet meer en niet minder. Dus ik hoop dat het waardevol is. Ik hoop dat de content ook goed was, dat je er wat aan had en dat je ook weet het verschil ten opzichte van Marktplaats Basis, Marktplaats Plus en Marktplaats Premium. En dan gaan we nu over naar de vragen, want er zijn een aantal vragen binnen. De eerste vraag die ik zag net al, van is het ook duurder geworden? Nee, en dat is dezelfde vraag die mij de BOVAG onlangs ook stelde. Jullie hebben de prijs verhoogd. Nee, dat hebben we in dit geval niet gedaan. En dus let op, we leven in een groot bedrijf, in een grote wereld. Dus de prijzen zullen altijd worden aangepast aan de werkelijkheid. Alleen op dit moment nog niet. Wat betekent dat? Op dit moment verandert er niks qua prijs. Marktplaats basis heb je voor hetzelfde bedrag als dat je nu al voor je advertenties betaalt. Maar wil je meer, ga je ook iets meer betalen, maar je krijgt er daadwerkelijk ook meer waarde voor. Overleg dat, welk pakket past bij jou? Heb je nog vragen? Kun je het mij altijd vragen van, joh, Paul, wat zou jij doen? Een opmerking van wielerdelta nog, wat ook in de webinar zat, dat vanaf oktober ook voor tier pricing voor de grotere dealers dat ook meeloopt. Dus die betalen ook minder op dat moment voor het pakket premium en het pakket premium plus, zodat ze ook daar het volume beloond wordt ten opzichte van de kleinere gebruikers. Nog een andere vraag over de video's. Kunnen er meer video's in? Nee, er kunnen op dit moment niet meer video's in. En er kunnen ook niet meer bijvoorbeeld 360 graden foto's. Daar hebben we ook veel vragen over. Kunnen we al 360 graden foto's plaatsen? Dat kan nog niet. Maar
Als ik één ding geleerd heb van de afgelopen 2,5 jaar van Marktplaats is, wij zijn volgers. Dus op het moment dat er veel meer vragen, en er komt naar 360 foto's, 360 graden foto's, naar meer video's en dergelijke, gaan wij ons product daarop uiteraard aanpassen. Want ik weet ook al één ding, er komt een grote update aan over dat premium pakket met data, dat we meer data laten zien in de kracht van Marktplaats, waarbij je daadwerkelijk beter en meer data kan zien waarop je betere beslissingen kan doen en beter kan inkopen, beter kan verkopen en op een snelle manier kan verkopen. Dat kun je er zo meteen allemaal uithalen in het premium pakket. Het is nou nog niet klaar, dus ik kan het nou nog niet officieel zeggen, maar dat komt eraan. Dus als de markt vraagt, wij willen 360 graden foto's, wij willen 360 graden foto's, zijn wij de laatste die zeggen van joh, dat gaat niet. Natuurlijk gaan we daar ook in mee op het moment dat de markt daarom gaat vragen. Dus dat wil ik graag meegeven. Zijn er verder nog vragen? Nou, op dit moment hadden we zo'n beetje 40 deelnemers in het webinar. Dank je wel daarvoor. Dank je wel voor jullie aandacht, voor jullie interesse in dit topic. Ik weet dat het een beetje een commercieel topic is. Maar goed, als woordvoerder, als trots woordvoerder overigens van Marktplaats, doe ik dat graag. Volgende week wil ik graag een webinar houden over social media in het dealerbedrijf, in het autobedrijf. Op wat voor manier je met social media auto's kan verkopen. Want het kan namelijk, en daar gaan we het graag over hebben, op wat voor manier je dat zou kunnen doen en moeten doen. En voor zover, dank je wel voor jullie komst, dank jullie wel voor jullie aandacht. En ik zie jullie graag volgende week. Dank je wel. Ja, heren en dames van Facebook Live, dank jullie wel ook voor jullie en komst al hier. Ik weet, het is niet moeilijk, het is best moeilijk om een webinar te volgen via Facebook Live, omdat je dan de stream, de presentatie eigenlijk niet kan zien. Voor Emre, op het moment dat je vragen hebt, specifieke vragen over Marktplaats, mail mij dan even paul@dzw.nl. Dan kan ik die antwoord geven. Ik ben er om te helpen nogmaals. Dank jullie wel voor jullie komst al hier. Waardeer het ontzettend dat jullie er allemaal zijn. En ik zie jullie graag volgende week weer voor een webinar over social media in het dealerbedrijf. Dank je wel.